deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een hele leuke video. Het is weer een challenge video. Die heb ik ook al best wel lang niet meer gedaan. En vandaag gaat een rat mijn make-up bepalen. Ik heb hier de website gevonden, realdecide.com. En dan heb je hier zo'n rat die jij helemaal kunt invullen met whatever you want. En dat ga ik vandaag doen, zodat het rat bepaalt voor mij hoe ik mij ga opmaken, wat ik gebruik, etc. Ik ga er ook een paar slechte beslissingen bij plaatsen, zodat het echt een challenge is en ja, het ook kan falen. Zoals gewoonlijk, vergeet weer niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon beginnen. Oké, ik ga vandaag eerst beginnen met mijn oogmake-up. Dus het rad gaat bepalen wat voor oogschaduwpalet ik ga gebruiken. Nou, dit is dan het oogschaduwrad. Ik heb 4 opties gedaan. Ik heb duur en kleurrijk, duur en naturel, goedkoop en kleurrijk en goedkoop en naturel. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat kiezen. Duur en kleurrijk. Oh my god. Ik moet dus een duur oogschaduwpaletje die ook kleurrijk is gebruiken. Ik ga er even eentje uitzoeken. Oké, ik ga voor het Morphe X James Charles paletje. Dit is zeker een kleurrijk palet. Zoals je kunt zien, like elke felle kleur ever zit in dit paletje. En dit paletje is €40. Dat vind ik persoonlijk in de dure categorie. Ik ga mijn ogen primen met de Colourpop Concealer in de kleur Light 16. Ik ga beginnen met de donkere paarse matte kleur. En die druk ik zo in mijn akkaarboog. En ik gebruik kwasten van mijn kwastenlijn natuurlijk. Shameless plug. Dan pak ik deze beetje donkere oranje matte kleur. En die breng ik er zo op aan. Zoals je denk ik al wel kunt zien, ga ik vandaag weer voor een hele heftige Instagram-achtige make-up look. Aangezien het rad voor kleurrijk ging, dacht ik bij mijn eigen, nou dan ga ik er ook wel weer echt voor. Kijk, omdat het nou mixt met die paarse kleur, wordt het nou een beetje roodachtig. Dan pak ik de iets lichtere oranje matte kleur. En daar ga ik er ook weer mee overheen. En dan doe ik ook gelijk een beetje zo uitblendende randen. En dan pak ik deze felgele matte kleur. En met een mini blending kwast ga ik het dan uitblenden bij de randen. En dan pak ik weer een beetje van die paarse kleur. En daarmee ga ik het ook hier een beetje binnenin een beetje uitblenden. Zodat het iets meer paars wordt. Want door al die andere kleuren is het een beetje weggeblend. Dan pak ik weer mijn Colourpop concealer om mijn halve cut crease te maken. En dan pak ik deze prachtige, beetje licht blauwe glanzende kleur. En die breng ik zo aan op de hele cut crease. En dan met een platte fluffy kwast pak ik weer die donkere paarse matte kleur. En die breng ik dan weer aan hier in de buitenste ooghoek. En dan blend ik het zo een beetje in met de kleur ernaast. Zodat het hier mooi in elkaar overgaat. Oké, wat ik nog zou willen doen is hier glitters aanbrengen. Maar ik bepaal niet, het rad bepaalt. Dus ik ga het vragen aan het rad. Ja! Het rad is het eens met mij, we gaan glitters aanbrengen. Van het merk Festival Face ga ik deze beetje licht paarse glitters aanbrengen. Kijk hoe mooi die glitters zijn. Oeh! En ik gebruik mijn Ethos glitterlijm. Oké, breng ik eerst lijm aan op de plekken waar ik de glitters wil. En dan breng ik de glitters aan. Oh, ik ben zo blij dat ik deze kan aanbrengen. Ik ga niet overdrijven, ik doe niet te veel. Tenminste, voor mij is dit niet te veel. Oké, dan mascara. Ik heb 3 opties. Duur, goedkoop en een slechte mascara. Slecht! Ik moet een slechte mascara gaan gebruiken. Oké, welke vind ik slecht? Ik ga de e.l.f. Lengte en Volume mascara gebruiken. Deze heb ik gekocht bij de Douglas. En die had ik ook in een video getest. En ik vond hem echt helemaal niks. Dus die ga ik nou gebruiken. Op zich maakt mij dit niet echt per se uit. Omdat ik toch nep wimpers ga opdoen. Dus whatever. Oké, voor nep wimpers heb ik gewoon een aantal merken gedaan die ik hier heb liggen. De opties zijn Queen Tarzi, AliExpress, Lily Lashes, Primark of Slechte Wimpers. Dus ik hoop niet dat hij op Slechte Wimpers gaat vallen. Lily Lashes. Nou, daar ben ik extreem blij mee. Ik ga voor de So Extra Miami Lashes. Deze vind ik super mooi. En dan kom ik zo bij jullie terug.
Oké, mensen, ik ga mijn ogen straks verder afmaken. Ik ga nu beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht hopelijk primen. Want ik heb hier weer het, 4 opties. Ik heb de optie 1, 2, geen en een slechte primer. Ik hoop echt dat hij op 1 of 2 valt. En niet op geen of een slechte. Woehoe! 1 primer! Yes! Yes, yes, yes. Ik ga vandaag voor de Catrice HD Active Performer gezichtsprimer. Deze is waterproof, sweatproof, dus ideaal voor deze hete zomersdag. Oké, dan nou foundation. Mensen, foundation kan een look maken of breken. Dus bij deze hoop ik echt het meeste dat het een positieve uitslag gaat geven. Oké, voor foundation heb ik 6 opties. 3 slechte en 3 goede. Dus alsjeblieft, val op een van de 3 goede. De opties zijn een mooie foundation, een slechte foundation, een dure foundation, een te lichte foundation, een goedkope foundation of een te donkere foundation. Oeh, spannend! Goedkope foundation, oké, godzijdank, dat was een van de 3 goede. Goedkope foundation. Ik heb heel veel goede goedkope foundations. Dus oh mijn god. Oké, ik ben een tikkie dramatisch. We hebben het maar over make-up. Ik doe echt hier alsof we het over leven of dood hebben. Een goede betaalbare foundation vind ik de L'Oreal True Match Foundation. En ik heb hem in de kleur 4D/4W. Oké, dan concealer. Voor concealer heb ik ook weer die 6 opties. Net als voor foundation. Dus mooi, slecht, duur, te licht, goedkoop of te donker. Ook hier, concealer kan ook een look heftig verpesten. Dus ik hoop dat deze ook weer goed wordt. Slechte concealer! Ah! Nee! Oké, mensen, ik moet een slechte concealer gaan gebruiken. Ik ga even naar mijn slechte make-up kast. Oké, een concealer die en niet goed dekt en de kleur is ook heel raar, een beetje zo grauwachtig. En dat is deze concealer van Elf. Weer een Elf product. Mensen, er zijn heel veel goede producten van Elf. Het is gewoon nou zo toevallig. Ik heb hem in de kleur Fair. Fair is normaal een hele lichte kleur, maar ik ga alvast vertellen dat deze kleur niet heel licht is. Dus ik raad hem echt zeker niet aan. Ik weet dat Elf nou ook een andere concealer heeft. De Camouflage Concealer. Of volgens mij heet die zo. En die schijnt dus echt heel goed te zijn. Dus alleen die moet ik nog halen. Want hij was uitverkocht bij de Douglas toen ik hem wilde halen. Dus ja, vandaar dat ik hem nog niet heb. Oké, dan ook cream contour. Ik heb weer alle opties als net. Maar ik heb er eentje erbij gedaan. En dat is geen. Dus geen cream contour. Een te lichte. Nou, ik ga mijn gezicht contouren met een te lichte contourkleur. Ik heb hier deze Duo Contour Stick van Max & More. Die is dus van de Action. Deze zijn op zich best wel fijn. Alleen dit is de veel te lichte kleur voor mij. Dit is de kleur 170 Light Tan. En kijk, die is super licht. En als je dus contourt met een te lichte kleur, wordt het een beetje grijsachtig. En dat is niet heel mooi. Dus ik ben hier niet echt heel blij mee. Kijk die kleur hoe licht, jongens. En dan ga ik alles uitblenden met mijn Beauty Blender. Oh, die concealer is ook bijna niet meer uit te blenden gewoon. Hij is helemaal opgedroogd. Oh my god. Nou, de concealer is geblend. Dan nou de veel te lichte contour. Oh mensen, alles ging zo goed tot de concealer en de contourkleur. Oh my god. Mijn gezicht is gewoon grijs. Oh my god. Oh, kijk, die hele concealer creased helemaal. Kijk hier. En het gaat er niet echt uit. Oh my god. En mijn contour is gewoon grijs. Mijn gezicht is grijs. Oké, we gaan gewoon door. Maakt niet uit, mensen. We gaan nou poederen. En voor poeder ook weer die 7 opties. Mooie! Godzijdank, ik mag een mooie poeder gebruiken. Ik ben zo blij. Ik ga mijn Fenty poeder gebruiken in de kleur Butter. Even deze slechte concealer op zijn plek gaan zetten. En weer de poeder er gelijk afhalen. Oh mensen, deze concealer, hij is eraf aan het gaan bij mijn neus. Oh my god.
Oh, wat een kut concealer zeg. Kijk bij mijn neus. Oh my god. Oké, even een beetje MAC Fix Plus hoor. Dan wil ik mijn gezicht nog een keer gaan contouren, maar nou met poeder. Dit is mijn kans om een mooie contour te krijgen in plaats van dit grijze gedoe hier. En ook weer dezelfde 7 opties. Ook weer te licht. Oh my god. De cream contour was al te licht. En nou ook de poeder contour te licht. Oh. Ik pak mijn NYX contour paletje. En ik pak normaal die kleur. Maar nou moet ik een te lichte kleur pakken. En dat is deze. Dit is echt een ideale kleur voor een hele lichte huidskleur. Nou, dan ga ik hiermee mijn neus contouren. En ik zie helemaal niks. Maar oké. Ook mijn neus wordt nou grijs. Toppie jongens. Wie heeft dit spel bedacht? En dan ook hier nog bij mijn wangen. Nog extra grijs maken. Misschien wordt dit wel een look. Misschien is dit straks gewoon super mooi. Oké, nou dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik begin eerst met paars. En die breng ik aan vanuit de buitenste ooghoek tot het midden. En ik connect het ook hier met de andere oogschaduw. En dan pak ik die blauw. En die doe ik vanuit de binnenste hoek tot aan het midden. En dan pak ik deze hele lichte glanzende champagne kleur. En die breng ik dan zo aan in de binnenste ooghoek. En met wat er nog op de kwast zit, breng ik die kleur ook aan zo onder mijn wenkbrauwen. Dan pak ik een blauwe en een paars oogpotlood. En die gaan allebei in mijn waterlijn. Paars gaat bij paars en blauw gaat bij blauw. En dan pak ik weer mijn slechte elf mascara. En die breng ik dan ook aan op de onderste wimpers. Nou, dan zijn de ogen af. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het echt een super mooie look. We gaan verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. En ook weer hier dezelfde 7 opties. Ik hou gewoon die opties erin. En nog even ter herinnering. De opties zijn een mooie bronzer. Een slechte, een dure, een te lichte, een goedkope, een te donkere of geen bronzer. Als u op geen valt, word ik helemaal gek. Dure. Yes, ik mag een dure bronzer gebruiken. En mijn favoriete bronzer is ook een dure MAC Give Me Sun. En die ga ik zeker te weten gebruiken. Helemaal nadat mijn contour zo'n fiasco is, heb ik nou een beetje de kans om het weer een beetje mooi te maken. Aangezien mijn bronzer over de contour heen gaat. Oh, godzijdank jongens. Dan komt blush. Een te lichte blush. Waarom valt die hele tijd op te licht? Wat is dit? Nou, ik ga een te lichte blush gebruiken. Ik heb van het make-up merk Hikari hun blush in de kleur Cameo. En dit is echt een hele lichte roze blush die ik echt nooit opdoe. Omdat hij te licht is. Ik vind de kleur wel mooi, maar hij is gewoon te licht. Zoals je al wel kunt zien, je kunt hem bijna niet eens zien op mijn huid. Oké, dan highlighter. Ik hou weer gewoon dezelfde opties aan, maar ik heb er 2 extra bij gedaan. En dat is een highlighter palet gebruiken of een liquid highlighter. En ik hou niet van liquid, dus ik heb er weer 1 slechte bij en 1 goede. Dus ik ben benieuwd. Highlighter palet. Nou, daar ben ik op zich wel blij mee. Ik ga dit Revolution paletje gebruiken in samenwerking met Sove. Dit is echt een prachtig paletje. Ik ga deze 2 kleuren met elkaar mixen. Oké, dan de lippen. Ik ga dit in 2 delen doen. Eerst ga ik vragen wat voor lipstick en dan de kleur. Dus ik ga beginnen met de 3 opties. Een gewone lipstick, een gloss of een matte liquid lipstick. Oké, ik moet een matte liquid lipstick opdoen. Dan nou de kleur. Oké, de 4 opties zijn een felle kleur, een nude kleur, die wil ik, een te lichte kleur of een donkere kleur. Ik hoop echt dat die valt op nude, want met mijn ooglook van nou passen niet echt heel veel andere soorten lipkleuren erbij. But we will see. Donkere kleur! Oké, ik moet een donkere kleur gaan opdoen. Dat staat zo niet met de look, maar whatever. Ja, ofwel. Ik ga misschien voor paars. Een donkere paarse kleur.
Nou, dat kan op zich nog wel staan, denk ik. En het moet een matte liquid lipstick zijn. Oké, ik heb eerst hier een donkerpaars lippotlood. En als matte liquid lipstick heb ik deze van By Kelsha. En dit is in de kleur So Sassy. Is een hele mooie donkere paarse diepe kleur. Mensen, ik vind het iets te rood, dus ik ga hem even eraf halen. Ik ga nou voor de W7 Glitter Pop Liquid Lipstick. Dit is een matte liquid lipstick met wat glitters erdoorheen. En dit is in de kleur Rockin' Royal. Ja, dit is wel echt paars. Op zich vind ik zo'n kleur lip wel leuk. Ik had het normaal echt nooit gedaan. Ik zou nou echt zijn gegaan voor een lichte nude kleur. Maar ik bepaal niet vandaag, hè. Nou, en dan als allerlaatste setting spray. Ik heb hier weer 4 opties. De 4 opties zijn een matte spray, een glowy spray, een slechte spray of geen spray. Nou, ik hoop dat hij niet op geen valt. Ik moet een slechte spray gebruiken. Ik ga voor de Revolution Cooling Fixing Spray. Hij verkoelt je gezicht wel echt. Maar voor de rest, hij doet niks voor je make-up. Echt werkelijk, ik zie gewoon geen verschil. Nou mensen, wat vinden we ervan? Dit is de look die het rad heeft gekozen. Niet ik. Waar ik echt het meest blij mee ben, zijn de ogen. Ik vind het echt super, super mooi. Ondanks dat ik best wel vaak een product moest gebruiken die niet echt mijn voorkeur had, op het zachtst gezegd, vind ik de look toch nog best oké gelukt. En ik zou het er ook niet afhalen. Ik vind het echt een hele leuke, fun, heftige look. En ik ben er echt heel blij mee. Laat me ook weten weer wat jullie van de look vinden. En van de hele video. Ik kan nog meer video's maken waarin het rad bepaalt. Bijvoorbeeld dat hij bepaalt in welke volgorde ik het moet doen. Of wat voor applicator ik moet gebruiken. Dat kan ik allemaal nog doen. Dus mocht je dat graag willen, laat een like achter of een leuke comment, het liefst allebei. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Je kunt hier op mijn gezicht klikken om te abonneren. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. Als je dat nog niet hebt gedaan, daar ga ik niet van uit, hè. Maar goed. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!